Goedendag! En van harte welkom aan iedereen die live kijkt of dit webinar op een later moment terugkijkt. Mijn naam is Ritske van der Heijden. Ik ben adviseur bij Haagse Beek Organisatieadvies en gastheer bij dit webinar waarin we het gaan hebben over toeslagen en hoe daar in Vlaanderen mee om wordt gegaan. De gast hebben we vandaag Leo van Loo, gedelegeerd bestuurder bij het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket. En in dit webinar gaat Menno Spaan, directeur van Haagse Beek, met hem in gesprek. Dit webinar vormt de opmaat naar de tweede aflevering van Reuring Online, die plaatsvindt op 9 maart, georganiseerd door de Vereniging voor Overheidsmanagement in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens Reuring Online gaan panelleden, waaronder trouwens ook Leo en Menno, nader in gesprek over het toeslagenstelsel in Nederland en wat we hierin kunnen leren van België. Vandaag introduceren we het thema en kijken we naar overeenkomsten tussen beide stelsels. En dat gezegd hebbende, wens ik jullie veel plezier. Dan geef ik graag het woord aan Menno. Dankjewel, Ritske. Leo van Loo, welkom. Wat ontzettend fijn dat je hier bent. Dat je tijd wil maken voor deze bijeenkomst. Welkom namens de deelnemers. Inmiddels, ik zie 127 deelnemers, maar de teller loopt nog op, volgens mij. Welkom namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mede-initiatiefnemer voor het organiseren van deze bijeenkomst. En welkom namens de Vereniging van Overheidsmanagement, die ook mede-initiatiefnemer is. We hebben in Nederland een situatie waar het goed mis is gegaan in de kinderopvangtoeslag. Harde regelgeving, vooringenomen handelen, het ontbreken van de menselijke maat, geen gehoor geven aan signalen, duizenden ouders en kinderen die ontzettende ellende hebben moeten doorstaan. Het kabinet is inmiddels gevallen. Er worden schadevergoedingen uitgekeerd. Maar het systeem voor de toeslagen zoals we dat hadden, dat is er nog steeds. We krijgen nu verkiezingen. En dat systeem dat moeten we gaan aanpassen met elkaar. En ergens in het verleden is er in Vlaanderen een afslag genomen. Een andere afslag dan in Nederland. En jullie zijn op een systematiek uitgekomen waarbij jullie automatisch uitkeren. Dus op een automatische manier, zonder dat gezinnen een aanvraag hoeven in te dienen, de bijdrage uitkeren. En ook alle verschillende bijdragen richting een gezin uitkeren. Ik ben ontzettend benieuwd wat voor systeem dat is en hoe dat tot stand is gekomen. En daar gaan we straks naar kijken. Waarbij we uiteraard natuurlijk ook zullen kijken naar een van de belangrijke onderdelen die we in Nederland heel intensief hebben meegemaakt. En dat gaat over de menselijke maat. En dat gaat ook over het omgaan met fraude. Maar eerst jouw introductie. Waar we benieuwd naar zijn, is hoe we Nederland kunnen vergelijken met België. En wat voor resultaten jullie bereikt hebben in België met de systematiek die jullie hanteren en hoe jullie dat tot stand hebben gebracht. Even richting deelnemers. Ik zie op de chat al een aantal dingen binnenkomen. Dat vind ik heel geweldig. Op het moment dat je een vraag hebt, zet hem heel kort op de chat. Ik zal jullie straks na een half uur ook uitnodigen om dat expliciet te doen. En dan zal ik die vragen centraal stellen in het gesprek wat we daarna met Leo hebben. Eerst een presentatie van Leo, een korte bijdrage tussendoor, vragen van mij. En daarnaast zijn jullie vragen wat mij betreft centraal. En helemaal aan het einde van de bijeenkomst is er ook de mogelijkheid om met Leo nog even na te praten. Dus we doen net of we op een echte conferentiebijeenkomst zijn. En dat we dan daarna nog even met elkaar een vorm van chit-chat borrel hebben. Maar dan nog even zonder borrel, tenzij je jezelf even inschrijft. Leo, wat mij betreft starten wij met het eerste deel. En dat gaat over de situering in België. Goedemiddag. Dank u wel dat we ons verhaal mogen komen doen in Nederland. Het is altijd leuk om eens af te zakken naar Nederland, maar goed, door coronatoestanden lukt dat natuurlijk niet. Welkom in Brussel, zou ik zeggen, want ik zit op dit moment in Brussel. Ik zal de presentatie, ik hoop dat iedereen die kan zien nu, ik zal die zo laten staan, want het probleem is als ik mijn presentatie uitvouw, dan zie ik jullie niet meer. En het is toch iets leuker om naar iemand te kunnen kijken bij dit soort dingen dan gewoon naar een scherm. Hè. Want dan weet je op de duur ook niet meer dat er iemand is. Voilà. Ik heb inderdaad een aantal topics, maar laten we starten met toch iets over België. Welkom in België allemaal. België is zeer bekend voor haar bier, haar chocolade, haar wafels enzovoort. Absoluut de moeite om eens langs te komen, zou ik zeggen.
in onze landsgedeelten. Maar wat we zeker hebben is sedert 1970 een geschiedenis van staatshervormingen. België is nogal complex ingedeeld in vier gemeenschappen en vier gewesten, maar ik zal u het verhaal besparen. Maar waar we het over hebben is het gele gedeelte, dat is het gedeelte Vlaanderen. En in Vlaanderen wonen we met ongeveer, grosso modo, 6,4 à 6,5 miljoen mensen. Daarnaast hebben we ook nog La Wallonie, waar Frans gesproken wordt. Ook nog een klein stukje Duitse gemeenschap waar Duits gesproken wordt. En hebben we natuurlijk, waar ik nu ben, het Brussels hoofdstedelijk gewest. Maar we hebben het dus over Vlaanderen. Want in 2011, die geschiedenis van die staatshervormingen, in 2011 is een voor België zeer ingrijpende beslissing genomen. België heeft klassiek een systeem van wat wij sociale zekerheid noemen, sociale zekerheidsregelingen. Bestaat uit vier delen, pensioenen, ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, maar dus ook kinderbijslagen. Kinderbijslagen die historisch gezien oorspronkelijk eigenlijk een toegift waren of een toelage waren van werkgevers voor hun werknemers. En dat was dus in de jaren 20, jaren 30 is dat op deze manier gegroeid. Op een bepaald moment is dat dan groter geworden. En zijn die bijslagen dan uitbetaald door bureaus die erin gespecialiseerd waren. Wij heten dat dan kinderbijslagkassen. Maar dat behoorde tot de sociale zekerheid. In 2011 hebben we opnieuw een staatshervorming gehad, de zesde staatshervorming. En daar is eigenlijk de overdracht van de kinderbijslag naar de vier gemeenschappen, dus Vlaanderen, Wallonië, Brussel en de Duitse gemeenschap, is daar eigenlijk beslist. En we hebben daarvoor genomen van 2014... wanneer zo'n beslissing dan in voege komt, was ongeveer 2014, tot 2019 om die overdracht te bewerkstelligen. Om u een idee te geven over de orde van grootte, dit zijn getallen voor Vlaanderen. Het betaald bedrag in 2020 loopt in de 3,7 miljard euro voor ongeveer 1,6 miljoen kinderen. En wij betalen dat uit met meer dan 900 personeelsleden, zowel privaat als ambtenaren, publiek. Wij betalen daarbinnen 351.000 aan sociale toeslagen. Wij betalen 480.000 schooltoeslagen. Dan nog eens 95.000 kinderopvangtoeslagen. Die trouwens, ik zal dat straks wellicht ook zeggen, die trouwens een totaal andere notie hebben dan de kinderopvangtoeslag zoals jullie die kennen in Nederland. En wij betalen ongeveer 70.000 startbedragen. Startbedragen zijn bedragen voor mensen waar een kind geboren wordt in een gezin of waar geadopteerd wordt. Dus dat eventjes ter inleiding. We focussen dus op hetgeen Vlaanderen gedaan heeft met die nieuwe bevoegdheid. En ik heb jullie op deze manier ook wel iets gezegd over de orde van grootte waarover we spreken. Ja, dan kan ik verder, Menno. Okay. Ja, dankjewel. Helder. In essentie, ruim 6 miljoen inwoners in Vlaanderen. En alle toeslagen die op het gezin van toepassing zijn, dat zijn toeslagen die jullie verzorgen. Ja. Waarbij jullie, als ik het goed beluisterd heb, eigenlijk vanaf 2015 zijn begonnen met het inrichten van de nieuwe manier van werken. Ja, ja, dat is een goede samenvatting. Oorspronkelijk waren, of in het federaal systeem, was de kinderbijslag iets wat eigenlijk op zichzelf stond. Dat heeft natuurlijk nogal wat te maken met de overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de gemeenschappen. Het gezinsbeleid was al veel vroeger, was al 10, tot zelfs langer, 30, 20 of 30 jaar ervoor overgedragen, maar niet de financiële ondersteuning van de gezinnen, omdat dat klassiek tot de sociale zekerheid behoorde. En dus de overdracht van de kinderbijslag naar Vlaanderen bood de gelegenheid om het gezinsbeleid en de financiële ondersteuning van gezinnen om dat aan elkaar vast te knopen. En als ik eventjes inzoom op de grote doelstellingen van de hervorming, als ik kijk naar het waarom, want we moeten toch altijd eerst kijken naar het waarom, de bedoeling was eigenlijk om ervoor te zorgen dat de toelagen en de toeslagen voor gezinnen, dat we die zo geïntegreerd en harmonisch aan elkaar kunnen koppelen, waardoor we die ook geïntegreerd en harmonisch, liefst automatisch kunnen uitbetalen aan gezinnen die er recht op hebben. En dat is in één zin, was dat het waarom van de overdracht. En de bedoeling was om toelagen of toeslagen die ondersteunen bij opvoedingskosten,
te koppelen aan ondersteuning bij zorgnoden, ondersteuning voor maatschappelijke participatie van kinderen en gezinnen, waarbij we rekening houden met inkomen, en de connectie te maken met de andere vormen van gezinsondersteuning die dan niet financieel zijn. En dus waar we eigenlijk kwamen uit de situatie waarin de financiële ondersteuning van gezinnen en de niet-financiële ondersteuning van gezinnen, de psychosociale ondersteuning van gezinnen, dat die van elkaar gekoppeld waren, ten gevolge van eerdere staatshervorming, was het nu eigenlijk de bedoeling om beiden terug aan elkaar te knopen. En er waren een vier, vijftal belangrijke nieuwe concepten die we ingevoerd hebben. Om te beginnen, de basisbedragen zijn het recht van het kind. En dat betekent dat het kind, gewoon door het feit dat het kind er is, en uiteraard dat wij dat kunnen detecteren, dat het recht al opent. Er is een band met inkomenssituatie. In het vroegere federaal systeem was de band veel meer met de arbeidssituatie. Er was nog een regeling rond inkomen ernaast, maar eigenlijk was het een band met arbeidssituatie. Dit is weg. Er is nu een band met de inkomenssituatie, waarbij dat er vaak gewerkt wordt in functie van inkomen en gezinsgrootte. Een nieuwigheid die ook ingevoerd is, is het feit dat de beide opvoeders altijd samen verantwoordelijk blijven, tenzij een rechterlijke beslissing daar iets anders over zegt. Maar in de regel zijn de beide opvoeders samen verantwoordelijk. Willen we ook participatie en deelname aan onderwijs en kinderopvang financieel stimuleren? En zochten we naar een betere doeltreffendheid van het systeem ten aanzien van kinderarmoede. Ik zal daar straks nog een en ander over zeggen. In één notendop, wij gebruiken altijd de fameuze tekening van de doos, waarin u alle componenten ziet. Het basisbedrag, verrijkt met een eenmalig startbedrag bij geboorte of adoptie. Een schoolbonus, dat is een klein bedrag dat elk kind krijgt, één keer per jaar. We hebben een zorgtoeslag, ik ga er straks wat meer in detail op inzoomen. We hebben een sociale toeslag en we hebben wat we dan heten de participatietoeslagen. Ik heb er net gezegd, een van de doelstellingen was om deelname, participatie aan onderwijs, kinderopvang enzovoort, om dat ook te stimuleren. Dat zijn dan die, wat we dan in Vlaanderen heten, de participatietoeslagen. Als ik inzoom op elk van deze onderdelen, laten we beginnen met wat we eigenlijk rechtstreeks overgenomen hebben uit de vroegere gezinsbijslagen. Dat is dat startbedrag bij geboorte of bij adoptie. Dat is een basisbedrag. In Vlaanderen is dat €160. Uiteraard 2 jaar geleden, dus moet daar indexering op toepassen. Het startbedrag is zelf €100. Sociale toeslag. Dat is een toeslag die bovenop het basisbedrag komt in functie van het inkomen en de gezinsgrootte. Dat varieert tussen de €50 en de €80. Bedragen die ik citeer zijn per maand trouwens. De regel wordt alles per maand uitbetaald. Dan hebben we een aantal zorgtoeslagen. Er zijn dus nog bijkomende toeslagen voor weeskinderen, voor kinderen in bijzondere zorgnoden, zoals die gedetecteerd worden. En voor pleegzorgkinderen. En dan dat kleine participatietoeslagje, die 1 keer per jaar uitbetaald wordt aan alle kinderen. Maar die wel varieert naar gelang het niveau van onderwijs dat die kinderen volgen. Dan hebben we de selectieve, wat wij dan met een moeilijk woord, de selectieve participatietoeslag leerling heten, of iets gemakkelijker, de schooltoeslag. Dat is een toeslag die jaarlijks uitbetaald wordt voor een volledig schooljaar, in het begin van het schooljaar. En dat is een toeslag die uitbetaald wordt in functie van het soort onderwijs en de vraag of kinderen voldoende aanwezig zijn op school. Die afhankelijk is van het inkomen, waarde van gebouwen en eigendom die men zelf niet gebruikt, worden bijvoorbeeld meegeteld. Ik zal u de fiscale uitleg besparen. Dat is waarschijnlijk iets typisch Belgisch. Maar goed, dit wordt meegeteld. In functie van gezinsgrootte en kenmerken van de gezinssamenstelling. Wie woont samen met wie? En in functie van de zorgnoden. Om u een idee te geven van de bedragen, dat kan variëren tussen €105, en dat zijn dan voor kinderen in het kleuteronderwijs, tot €3.700 in bepaalde vormen van de laatste leerjaren van het secundair onderwijs of het onderwijs. Dus dit gaat wel 1 keer per jaar, kan dit wel gaan over fikse bedragen. En dan hebben we nog andere toeslagen, de kinderopvangtoeslag. Dat is eigenlijk een toeslag die er is voor mensen die gebruik maken van kinderopvang, maar die daar niet kunnen betalen volgens hun inkomen. Grosso modo in Vlaanderen zijn er 2 types. Een type waar je betaalt volgens je inkomen, en een type waarin je niet kunt betalen volgens je inkomen. Dus die toeslag wordt gegeven
aan mensen die niet kunnen betalen volgens hun inkomen. Dit gaat over niet zoveel geld, dit gaat over 3,17 euro per aanwezigheidsdag. En de voornaamste reden daarvoor is dat Vlaanderen ook zeer klassiek er eerder voor kiest om de voorzieningen te subsidiëren en minder om de ouders te subsidiëren. Maar goed, dat is een ander debat. En dan is er nog een kleutertoeslag die afhankelijk is van de aanwezigheid in het kleuteronderwijs om 3 en 4 jaar. Dus dat is eigenlijk het amalgaam van toeslagen die allemaal hun doel dienen. De basistoeslag dient voor de ondersteuning van de opvoedingsnoden, de zorgtoeslagen voor de ondersteuning van de zorgnoden. Sociale toeslagen komen dan bovenop het basisbedrag. En dan hebben we nog de toeslagen voor participatie aan onderwijs, kleuteronderwijs, kinderopvang. En misschien in de toekomst nog andere dingen. Ik probeer het te vergelijken met wat wij in Nederland hebben. Misschien even beginnend met het systeem van kinderopvangtoeslag. Het geld dat ouders daarvoor krijgen is het geld dat zij betalen aan een instelling. Waar jullie in België voor gekozen hebben, of in ieder geval in Vlaanderen, is dat je instellingen direct financiert. En dat er dan nog een aanvullende bijdrage is voor degene die gebruik maken van de instellingen. Ja. Ik denk dat dat een belangrijk verschil is. Hè? Dat betekent ook dat die bedragen veel minder hoog zijn, in ieder geval op dat gebied. Dat is ook een belangrijke veroorzaker van de problematiek in Nederland. Dat ouders bedragen terug moesten gaan betalen omdat ze daar geen recht op hadden. Die ook behoorlijk hoog waren. Het tweede wat ik zie, als ik het probeer te vergelijken met de situatie in Nederland, is dat jullie eigenlijk, in Nederland hebben we een kinderbijslag. We hebben die toeslag voor de opvang van kinderen. Maar we hebben ook een kindgebonden budget. We hebben de bijzondere bijstand. Dus ik heb eigenlijk gewoon al vrij vlot dan 4 verschillende plekken. Waar op 4 verschillende manieren een uitbetaling plaatsvindt richting een gezin. Die jullie dus allemaal geïntegreerd hebben. Gedeeltelijk. Het debat over op welke manier je kinderopvang financiert, is een debat die in Vlaanderen ook gevoerd wordt. Maar dat zal ons nu te ver leiden. Er zijn nog andere toeslagen, voor gezinstoeslagen. Ook voor kinderen met zorgnoden, kinderen met een handicap enzovoort, met een beperking enzovoort. Die zitten hier niet in, voor alle duidelijkheid. Dit zijn een aantal toeslagen die we wel gebundeld hebben, maar dit zijn zeker niet de enige toeslagen die mensen kunnen krijgen. Alhoewel dat debatten over moeten we verder groeperen zeker niet veraf zijn. Maar er zijn ook nog wel andere toeslagen dan dit, die dan veel meer een specifiek doel dienen. Dit is eigenlijk een redelijk universeel systeem. Ik denk dat dat het grote verschil is. Ik zie één vraag op de chat en die is: tot welke leeftijd gaan de toeslagen? De toeslagen gaan in theorie normaal gezien tot 18 jaar, maar die lopen wel verder als iemand kiest voor hoger onderwijs. Dus als iemand op 18 gaat werken, dan stoppen de toeslagen. Maar als iemand kiest om naar het hoger onderwijs te gaan, lopen heel wat van deze toeslagen gewoon verder. Oké. Dat was de inhoud. Gaan we eventjes kijken naar de manier waarop. En Menno heeft mij gezegd dat ik dat in Nederland organisatieinrichting moet heten. Het schijnt in België een heel vreemd woord te zijn. Ja, of toch een woord wat ik niet ken. Collega's van mij misschien wel, maar ik vind het niet. Daarnet heb ik gezegd, wat voor ons van kritiek belang was, en nog altijd is dat we zo goed en zo kwaad het kan, dit alles zo automatisch mogelijk uitbetalen. Dus we proberen systemen te vermijden waarin ouders ernaar moeten vragen. En we zien ook dat ernaar vragen, ik heb daar straks wat cijfers over, maar dat ernaar vragen er ook voor zorgt dat mensen hun rechten niet opnemen. We hebben zo'n najaar een voorbeeld gehad waarin mensen konden vragen naar een COVID-19-toeslag, die dan ook binnen het groeipakket uitbetaald werd. Maar dat moest gebeuren op basis van aanvraag. Er waren een aantal redenen voor, ik ga jullie die besparen. Maar dan zien we dat die non-take-up toch aanzienlijk is. Terwijl dit systeem is eigenlijk helemaal op ingericht om ervoor te zorgen dat mensen het automatisch kunnen krijgen. En de basis wat we daarvoor gedaan hebben, is eigenlijk de verbinding. En ik heb dat hier geprobeerd op een tekening te zetten. Is eigenlijk de verbinding maken tussen alle mogelijke databronnen. En die databronnen, wij heten dat in België of in Vlaanderen authentieke bronnen. Dat zijn bronnen, moeten we een beetje vertalen, dat zijn de bronnen die tussen aanhalingstekens de waarheid vertellen. Dus die staan hier. We hebben het Rijk, enfin, ik zal ze niet allemaal aflopen, we hebben bijvoorbeeld het Rijksregister waar elke Belg die hier woont, en niet-Belg die hier woont in
geregistreerd is. We hebben de kruispuntbank van de sociale zekerheid, waar allerlei sociale zekerheidsaspecten, pensioenen, werkloosheid enzovoort rondcirculeren. We hebben kind en gezin, die bij elk gezin op huisbezoek gaat met een jonggeboren kind, die ook gegevens verzamelt. We hebben de FOD Financiën. FOD bestaat, dat is de federale overheidsdienst. Dus we hebben, dat is eigenlijk de belastingsdienst. We hebben de Vlaamse belastingsdienst. Een heel amalgaam van bronnen die we gebruiken en die we naar binnen laten komen over het, wat we heten het MAGDA-platform, de maximale gegevensdeling tussen administraties, want bij veel van deze bronnen zit één of zelfs meer administraties zitten ertussen. Dat komt allemaal op dat MAGDA-platform. Het MAGDA-platform dispatcht dit naar een intern systeem, kruispunt informatiestromen groeipakket. En dit intern systeem dispatcht naar de juiste uitbetaler. We hebben vandaag 5 uitbetalers. Elke uitbetaler bedient de mensen die bij hem of haar aangesloten zijn. En om ervoor te zorgen dat de GDPR-wetgeving, onder andere de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat die hier kan spelen, want dit zijn natuurlijk, dit is een berg van informatie, zit er een kring tussen die ervoor zorgt dat elke uitbetaler maar ziet wat hij mag zien om die beslissing te nemen. Dus als we dat nu helemaal abstraheren, dan zeg ik, oké, er wordt een kind geboren, dat duikt op in het Rijksregister. Het Rijksregister laat dat via MAGDA naar kring komen. En als de mensen nog geen keuze gemaakt hebben tussen één van de uitbetalers, gaat dit naar de publieke uitbetaler, fonds. En fonds zal ervoor zorgen dat ook als niemand laten weten heeft van hier wordt een kind geboren, zal fonds ervoor zorgen dat op basis van de registratie in het Rijksregister, dat daar het basisbedrag en het startbedrag betaald worden. Dat is eigenlijk in een notendop het verhaal. Het is in de realiteit wel wat complexer, maar dat is in een notendop het verhaal. Hetzelfde gebeurt wanneer we het hebben over sociale toeslagen. Wanneer we een kind kennen, en we kennen dat kind op dat moment, want we hebben een startbedrag, we hebben het kind eigenlijk in de dossiers geïntegreerd, dan zal er op een bepaald moment onderzocht worden, en dat is dan de pijl terug, zal er op een bepaald moment onderzocht worden, wat is de gezinssamenstelling, wat is de inkomen van het gezin, zijn er andere dingen die spelen, waar gaat het kind naar school, gaat het kind naar school, en al die zaken worden in deze applicatie samengebracht tot de beslissing om een bepaald bedrag al dan niet uit te betalen. Dat is eigenlijk in essentie het verhaal. En we hebben daar een mooi woord, dat zal misschien in Nederland ook een bekend woord zijn, maar dat is het ask only once principe. Wat de overheid al weet, dat gaat de overheid niet nog eens vragen. En op deze slide zien we nog een keer op een andere voorstellingswijze wie allemaal meespeelt in dit verhaal om dit te kunnen doen. Ik heb er ook op gezet, we gebruiken een 40, 50 databronnen en datastromen. En dit gaat over een 20 miljoen webcalls per jaar om dit te realiseren en een 40 miljoen datamutaties die in ons systeem of tussen die systemen rondspoken. Maar we slagen er wel in om het gros van de toeslagen en de toelagen op een paar uitzonderingen na die we niet kunnen weten uit te betalen. Eén uitzondering is bijvoorbeeld de zorgtoeslag, waar mensen een aanvraag moeten doen, omdat wij natuurlijk uit de systemen niet kunnen weten of iemand al dan niet een bijzondere zorgbehoefte heeft. Theoretisch zou dat wel kunnen, maar we vinden het nogal, dat is nogal een kloof tussen administratieve gegevens en medische gegevens, waar ook niemand voorstander van is om die kloof te doorbreken. Nog even 2 vragen, Leo. Eentje is, zijn er ook andere bestuurslagen betrokken bij die uitbetalingen? Ja, absoluut. Dus wij betalen, dat is de Vlaamse bestuurslaag, maar bijvoorbeeld de federale overheidsdienst Financiën is een federale overheidsdienst, dus dat is op Belgisch niveau. Sociale zekerheid is voor een groot stuk nog altijd georganiseerd, behalve dan het groeipakket of de kinderbijslagen is ook georganiseerd op Belgisch niveau. En nu hebben we linken gelegd, en dat is sinds dit jaar, zijn we linken aan het leggen naar de gemeenten. U ziet hier ook staan, OCMW, dat is een deel van de gemeenten in België. Dus nu zijn we linken ook aan het leggen naar de gemeenten. Omdat gemeenten ook een aantal, via hun OCMW's, ook een aantal sociale voordelen uitkijken, zoals bijvoorbeeld het leefloon en nog wat andere zaken. Dus er zit eigenlijk, er is uitbreiding, het is eigenlijk alle bestuursniveaus. En vandaar dat we ook, zal ik eventjes naar hier terug gaan,
dat we ook dit MAGDA-platform en die kring nodig hebben. Dat zijn de interfaces tussen alle bestuurslagen, zowel in als out. En zijn jullie ook afhankelijk voor de uitvoering dan uiteindelijk van gemeenten? Nee, de uitvoering zit bij deze. Ik zal daar straks iets over zeggen, Menno. De uitvoering zit bij deze. Dus okay, in Vlaanderen betalen niet de gemeenten het groeipakket uit, maar is het een gecentraliseerd geheel die uit. Ja, helder. Een andere vraag die werd gesteld is 5 uitbetalers per gemeenschap. Klopt dat? Of per een gemeenschap is bij jullie volgens mij ongeveer wat wij een provincie noemen? He, dus nee. Vlaanderen noem ik het ook. Voor Vlaanderen zijn er 5 uitbetalers. Ja, precies. Helder. Ja. Punt. De andere, wat wij dan een gemeenschap noemen, Wallonië, Brussel, die organiseren het zoals zij dat willen. Helder, het werken met uitbetalers is eigenlijk een historisch, iets dat wat historisch gegroeid is. Vroeger waren er nog veel meer uitbetalers. Is eigenlijk iets wat historisch gegroeid is, omdat eerst betaalden de werkgevers in de jaren 20, bij wijze van spreken, handje contantje, iets bij voor de kindjes van hun arbeidersgezin. Op een bepaald moment vonden de werkgevers dat natuurlijk complex en te moeilijk. En dan werd dat overgedragen naar wat ze dan in die tijd kassen heten. En die kassen zijn eigenlijk altijd blijven bestaan. Ja, dus dat is een beetje iets wat historisch gegroeid is, maar wat ook werkt. Hè. We moeten ook eerlijk zijn. Het werkt ook. En dat brengt mij onmiddellijk tot deze slide, waarin u eigenlijk ziet hoe we het werk dan verdeeld hebben. We hebben een regisseur. Hè. Wij doen de uitvoering met het agentschap. Maar er is ook een regisseur. En de regisseur doet eigenlijk 3 grote dingen. Die brengt het financiële en de psychosociale ondersteuning van gezinnen beleidsmatig bij elkaar. Doet ook iets rond het onderzoek naar de zorgnoden. Maar dat is vooral omdat de regisseur ook medische capaciteit heeft, wat wij niet hebben. Op die manier moeten we medische en administratieve gegevens niet met elkaar vermengen. En de regisseur heeft ook een geschillencommissie. Dat is een administratief rechtscollege, komt daar zelfs ook op terug. Maar dat is de regisseur. De regisseur doet niks van uitvoering. En dat was een bewuste keuze om ervoor te zorgen dat er een beleidsagentschap is. Een agentschap dat het beleid organiseert en een agentschap dat de uitvoering organiseert. En dan hebben we het agentschap uitbetaling groeipakket. Dat is het agentschap dat de uitbetaling reguleert. En dan hebben we dus de uitbetalers, 4 private uitbetalers en 1 publieke uitbetaler, waar gezinnen kunnen kiezen bij welke uitbetaler ze aansluiten. Maar de dienstverlening van de uitbetalers, de uitbetalingen door de uitbetalers zijn voor alle 5 de uitbetalers net hetzelfde. Dus gezinnen sluiten niet aan om te zeggen, ik krijg daar iets meer of ik krijg daar iets minder. De verschillen moeten gemaakt worden op niveau, en dat is voor het verhaal straks van belang, op het niveau van de dienstverlening naar de gezinnen. Niet op het niveau van de hoogte van de uitbetaling. En dan hebben we hier natuurlijk de gezinnen staan die de ontvanger zijn van onze dienst. Dat is eigenlijk de indeling die gemaakt is. Ik zag nog een vraag die ook binnenkomt. Stel dat de inkomen sterk daalt. Wanneer komen jullie daar dan achter? Ja, daar ga ik straks... Komen we straks op terug. Kom ik straks op terug, want dat is een van de problemen waar het in Nederland misschien gemakkelijker is, dat weet ik. En een andere was ook, stel dat je het zelf verkeerd doet of een fout hebt gemaakt of niet alle gegevens hebt. Maar daar komen we volgens mij straks op. Komen we straks ook op. Ja. Goed, hier kan ik snel overgaan. Die beperking van het aantal uitbetalers, dat heb ik er net al eventjes gezegd. Maar eigenlijk in de structuur van het systeem hebben we een onderverdeling gemaakt tussen 3 dingen. We hebben het agentschap zelf dat eigenlijk het leiderschap van het product groeipakket moet trekken, de kennisautoriteit is rond de uitvoering. We hebben het betaalsysteem, het hele informatica-systeem, dat zo efficiënt mogelijk moet zorgen dat mensen zonder iets aan te vragen het kunnen uitbetalen. En we hebben, en dat is toch wel belangrijk, nog altijd het zullen 700 à 800 gezinsconsulenten zijn die de uitbetaling begeleiden. Die zijn misschien wat onderbelicht, maar die werken in die bij die uitbetalingsactoren, dus bij deze, fonds, Infino en zo verder. Zij werken daar en hun rol is eigenlijk om 1, wat het automatisch systeem aan taken en automatische beslissingen aanbiedt, om die te valideren, en 2, om de gezinnen te woord te staan bij vragen, moeilijkheden en zo verder. Wat ik zelf heel mooi vind in deze sheet is dat je aan de ene kant ziet dat je je richt op efficiëntie. Dus zo efficiënt mogelijk werken, ook door een grote mate van automatisering. Maar dat je aan de andere kant dus ook
800 gezinsconsulenten hebt die het directe contact met die burger hebben. Ja. Ja, en dat vinden we, die interface met de burger is bijzonder belangrijk. Die drijft natuurlijk ook de kost van het systeem. Hè. We moeten daar niet flauw over doen. Maar ik zal straks eventjes iets zeggen over de kost van het systeem en dat valt eigenlijk wel mee. Maar goed, een van de voornaamste kostendrijvers, de kostendrijvers zitten uiteraard hier, hè, het IT-systeem. Maar een van de belangrijkste kostendrijvers is uiteraard zijn de gezinsconsulenten die uitbetaling begeleiden. De vraag die gelijk over de chat komt is, zijn die 800 mensen voldoende om persoonlijke aandacht te geven? Dat zal een eeuwig debat zijn. Dat zal een eeuwig debat zijn. Ja en nee. Meer aandacht kan altijd. Maar ik denk, als ik straks eventjes wat cijfers toon, dat het vandaag op dat vlak eigenlijk wel goed zit. Mooi, dank u. Voilà, als we kijken naar enkele resultaten. Kinderarmoede. Je ziet hier staan, het kinderarmoederisico op basis van onderzoek is verminderd. 1,3% op gezinsniveau, 1,5% op kindniveau. Een debat zal altijd zijn, is dit genoeg? Moet het systeem meer doen of niet? Maar goed, dat is een beleidsdebat, daarvoor zitten we hier niet. Maar het resultaat is er wel. Dus zelfs met deze verdeling van bedragen is er toch een behoorlijke vermindering. Als we kijken naar sociale toeslagen, ik heb er net verteld dat sociale toeslagen eigenlijk weggetrokken zijn van de vraag of iemand al dan niet werkt, maar eigenlijk alleen nog van belang zijn in functie van inkomen en aantal kinderen. Dus door die wijziging te doen, is het aantal sociale toeslagen gestegen van ongeveer 12% van de kinderen in het uitsysteem naar ongeveer 22% nu. En wie zijn de mensen die we nu mee hebben? Dat zijn vooral gezinnen waar tijdelijke contracten aanwezig zijn, waar zelfstandigen werken met een meewerkend familielid die zelf geen inkomen heeft. Of gezinnen waar vervangingsinkomens waren, maar die op een of andere reden deze vervangingsinkomens niet verder betaald worden. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote groepen die in dit, door dit te doen meegenomen zijn. En laat ons zeggen, in veel gevallen zijn dit wat wij noemen de working poor. Hè, mensen die wel werken, maar toch niet al te veel geld verdienen. En dat betekent dus in essentie, wat je zegt, is 10% meer mensen ontvangen waar ze recht op hebben, ja. Omdat we op deze manier via deze systematiek werken. Ja. En dat valt precies in de kwetsbare gezinnen. Ja, hè, zeker wanneer we de bril van het inkomen opzetten. Hè, als je de bril opzet van een sociaal statuut, dan is dat niet. Maar als we de bril opzetten van het inkomen, absoluut wel. Ja, helder. Nog zo'n voorbeeld zijn de automatische schooltoeslagen. Ik heb er net gezegd, dit kan gaan van 105 euro in het kleuteronderwijs tot ettelijke duizenden euro's, enkele duizenden euro's voor andere vormen van onderwijs. Dus in het uitsysteem werden er ongeveer 300.000 uitbetalingen gedaan en dat waren allemaal uitbetalingen op aanvraag. Dus je moest je ooit één keer kenbaar maken bij het ministerie van Onderwijs. En dan werd die dossier wel automatisch opnieuw verder behandeld, maar wie zich niet kenbaar maakte, kreeg niks. In het nieuw systeem betalen we 480.000 uitbetalingen. Ik moet er wel bij vertellen, er is iets gewijzigd aan het inkomensbegrip, die daar wat effect op heeft, maar tientallen procenten wijten wij toch aan non-take-up. En opnieuw in dezelfde groep die ik er net had, mensen met een lager inkomen, die ook niet naar andere ondersteuningsdiensten gaan. Want andere ondersteuningsdiensten brengen ze wel op het spoor hiervan. Hè? Maar goed, als je een redelijk inkomen hebt, dan ga je daar niet naartoe. Maar je hebt wel recht op dit. Hè? Ja. En deze groep van toch een 180.000 extra mensen, laten we ons abstractie maken, van dat inkomensbegrip een 100.000 extra mensen, hebben we nu in het nieuw systeem ook wel opnieuw mee. Ja, helder. Dank. En dan, wat kost het zelfs? Zoals ik er net beloofd, dus het IT-systeem vandaag kost 3,61 euro per kinddossier per jaar. En de beheerskosten, dus wanneer we gaan kijken wat kost het volledige uitbetalingsstelsel ten aanzien van hetgeen wat uitbetaald wordt, dat loopt... Dat komt op 2,29%. En als we de toezichts- en de reguleringskosten, inspectiekosten en dergelijke meer erbij tellen, komt het op 2,53%.
Mijn persoonlijke inschatting, maar goed, we kunnen daar uiteraard oeverloos over discussiëren, dat is ook zo. Mijn persoonlijke inschatting is dat deze kosten helemaal niet hoog zijn. En de betaling of de wedders of de lonen van de consulenten zijn hierin inbegrepen. Dus dat is eigenlijk het totaal pakket. Ja, want jullie organisatie bestaat uit ongeveer 900 mensen, begreep ik? Nee, onze organisatie is in 400 mensen. En de 400 andere, grosso modo, die zijn personeelslid bij private uitbetalers. Ja, ja, helder. Dus dat zijn de uitbetalers. Wij zijn ambtenaren, zoals dat heet. En dan bij de private uitbetalers, dat zijn personeelsleden van private organisaties. Ja, nou, als je dat allemaal non for profit, voor alle duidelijkheid. Dus het is in stelsel van een dienst voor algemeen belang. Dus het zijn allemaal non for profit diensten. Jullie voeren dat uit voor 6 miljoen inwoners. In Nederland zou je dat kunnen vergelijken met taken van de Sociale Verzekeringsbank, wat de kinderbijslag is, toeslagenopvang van de Belastingdienst, kindgebonden budget van de Belastingdienst, bijzondere bijstand bij de gemeentes. Nou ja, dat allemaal optellen. En ja, de vergelijking dient zich natuurlijk op in welke mate dat in Nederland efficiënt georganiseerd is. Het is bijna de puzzelvraag voor degene die meeluisteren. Wat je niet mag meetellen is bijzondere bijstand van de gemeentes, want dat zit bij ons ook op gemeentelijk vlak. Oké, maar goed. Dank. Er zit ook nog heel wat, maar goed, dat brengt ons te verre, heel wat gezinsfiscaliteit in de fiscaliteit natuurlijk. En dus alles wat fiscale aftrek, samenvoegen van inkomensbronnen enzovoort is, dat is nog federaal geregeld. En daar zit ook heel wat gezinsbeleid, maar dat valt buiten deze. Goed, als we dan eventjes kijken naar de menselijke maat, hè? De bejegening, hoe gaan we met de mensen om? Wat zijn daar toch belangrijke kenmerken? Om te starten, wij betalen altijd tijdig, maar we betalen altijd in maandelijkse schijven. En daar is eigenlijk maar één grote uitzondering op, dat is die schooltoeslag. Omdat dat natuurlijk afhankelijk is van de start van het schooljaar. Hè. Dus die betalen we binnen de 30 werkdagen vanaf 8 september. En de reden zou zeggen waarom 8 september, ja, heel simpel, heeft te maken met het feit dat we niet voor 8 september de gegevens van de scholen bij ons krijgen. Dus kunnen we maar starten op 8 september. Maar al het andere wordt eigenlijk betaald in maandelijkse schijven. Normaal gezien rond de 8e en de 20e van de maand. En we regulariseren, enfin wat wij, ik weet niet of dat woord in Nederland gebruikt wordt, maar we regulariseren, dus we zetten recht, hè, we betalen bij of we houden in 3 keer per week. In kleine, wat wij noemen, een kleine betaaltrein. En dus we hebben 1 keer per maand, rond de 8e van de maand, een zeer grote betaaltrein. Dat gaat dan over, bijvoorbeeld voor fonds, over vorige maand ging het over 72 miljoen euro. Maar we zetten wel 3 keer per week recht. Dus als er nieuwe gegevens binnenkomen, als er fouten zijn, dan zetten we die onmiddellijk recht. Wat dus ook betekent dat de bedragen waarover het gaat, zelden boven de 1500 euro uitstijgen. En stel even als voorbeeld, ik verlies mijn baan, ik heb een veel lager inkomen. Dat is een slecht voorbeeld, Menno, kom daar zelfs nog op terug. Okay. Maar bijvoorbeeld, je gaat samenwonen, er worden 2 inkomensbronnen bijeengeteld, en het wordt onmiddellijk rechtgezet voor de toekomst. Want dat is ook een kenmerk van het systeem. Heel wat zaken, maar dat staat hier wellicht, dat staat nog wat verder. Maar heel wat zaken gaan we aanpassen voor de toekomst, maar gaan we niet terugvorderen voor het verleden. Wat we ons kunnen permitteren, omdat door het feit dat we in schijfjes uitbetalen en dat dat nooit over ongelooflijk grote bedragen gaat ten opzichte van de 3,7 miljard hè, waar het geheel is, maakt eigenlijk dat een beslissing om te zeggen we gaan het aanpassen voor de toekomst, maar we laten het verleden voor wat het verleden was, dat zo'n beslissing ook gemakkelijker te nemen valt. Maar ik kom daar straks nog even op terug. En de totale uitbetaling is rond over de 3 miljard, hè? Wat jij... Ja, 3,7, ik heb het cijfer, ik wil het u nog eens opzoeken, 3,7 miljard. Ja, helder. Is daaromtrent. Ik zal zorgen dat ik het juist heb. 3 miljard 770 miljoen 725.217 euro. Kijk, dat is duidelijk. Ja, voilà. Waar die 2 euro vandaan komen om het niet rond te krijgen, dat weet ik niet, maar goed, het is 17. Belangrijk in de menselijke maat, of wat wij ook belangrijk vinden, zijn zorgen dat we goed contact kunnen houden. En daar spelen uiteraard de consulenten de belangrijkste rol in. Dat we goed contact kunnen houden met de klanten. We hebben digitale wegen.
We hebben telefonische wegen en we hebben ook fysieke loggen. En dus de drie sporen, we proberen natuurlijk zoveel mogelijk mensen naar de digitale weg te krijgen. Maar we weten ook in Vlaanderen, ik weet niet hoe het in Nederland is, dat in Vlaanderen moeten we rekening mee houden dat een 20-tal% van de mensen niet naar de digitale weg te krijgen zijn. En, dus voor, en dat zijn meestal de mensen met de profielen die ons het meest nodig hebben. Dus het is vooral voor hen dat personeel ook instaat, dat de consulenten ook instaan. En u ziet hier een aantal cijfers. Dus vorig jaar telefonische contacten 225.000. Alleen voor de publieke actor. En dus theoretisch gezien zou je dat maar 4 kunnen doen om, voor het gehele stelsel. Het aantal bezoekers in loketten 24.000. Het aantal loketten 480. Dus dit is in een context van automatische rechtentoekenning. En dat gaat dan vaak over mensen die toch nog eens komen vragen, je hebt mijn dossier toch wel. Je bent er toch wel mee bezig. Enzovoort enzovoort. En dit zijn getallen op jaarbasis, hè? Dit zijn jaargetallen, ja. En dan het aantal bereikte deelnemers van partnerorganisaties bij informatiesessies, een kleine 10.000. En het is daar ook echt absoluut de bedoeling dat we proberen om partners, bijvoorbeeld gemeenten, bijvoorbeeld andere welzijnsorganisaties, en tal van andere partners mee inzicht te geven in hoe dit groeipakket in elkaar zit, waar mensen terecht kunnen en hoe ze mensen kunnen helpen om iets te doen op het moment dat die gezinnen het nodig vinden. Om u een idee te geven, de situatie bovenaan was de oude situatie toen het nog kinderbijslag was. De situatie onderaan geeft aan waar onze contactpunten liggen. En dat is eigenlijk niet omdat wij plotseling zoveel meer kantoren geopend hebben, maar dat is eigenlijk omdat we samen werken met ook de diensten die instaan voor de psychosociale begeleiding van jonge gezinnen. En dan hebben we bijvoorbeeld wat vroeger kind en gezin heette, wat nu het agentschap opgroeien heet, maar ook met OCMW's en andere diensten, door daar samen te gaan klitten en zitdagen enzovoort te organiseren, zijn we eigenlijk in geslaagd om onze rijkwijde behoorlijk uit te breiden. Als ik het even heb over terugvordering, ik heb er net al iets over gezegd, hè. Alleen de bedragen, ja, dat is toch ook wel belangrijk. Als er twijfel bestaat over bepaalde toekenningen van toeslagen, vorderen we alleen terug waar twijfel over bestaat. En dus een basisbedrag zullen we niet terugvorderen als over dat basisbedrag geen twijfel bestaat. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er twijfel bestaat over een sociale toeslag, dat we zeggen, oké, die mochten we niet toekennen, dan gaan we die alleen terugvorderen. Dus we vorderen zo weinig mogelijk het pakket terug. Er zijn procedures om gegevens waarover de overheid beschikt te betwisten. Dat moeten ze dan bij ons doen, maar dat kunnen ze evengoed doen in de dienst die verantwoordelijk is voor die gegevens. Maar wij gaan er wel vanuit dat zolang een gezin geen afdoende bewijs levert, dat die authentieke bron de waarheid vertelt. Dus daar gaan we onze beslissing dan op baseren. Stel dat daar iets misgaat, dat jullie vanuit de overheid bijvoorbeeld verkeerde gegevens gebruiken en het is ten voordele van de inwoner, wat doe je dan? Dan komen we aan het basisprincipe dat eronder staat. We vermijden terugvordering van bedragen die tot stand kwamen op basis van gegevens waarover de overheid al beschikte. Dus als de overheid beschikt over een bepaald gegevenspatroon, dan zetten we dat in. Als dat niet tot stand kwam door fraude, want ook wij kennen zaken als domiciliefraude en dergelijke meer, uiteraard, maar als die gegevens niet tot stand kwamen door fraude, maar als die bedragen tot stand kwamen door authentieke overheidsgegevens die niet frauduleus waren, dan vermijden we terugvorderingen, dan zetten we recht voor de toekomst. Dat is eigenlijk in drie woorden het basisprincipe. Dus eigenlijk is het gebaseerd op fragmentair uitbetalen, niet te grote bedragen in één keer. Automatisch uitbetalen, zorgen dat we kunnen regulariseren voor de toekomst en zo weinig mogelijk voor het verleden, tenzij er fraude in het spel is. En ervoor zorgen dat alleen de bedragen waar twijfel over bestaat, dat daar terugvordering op mogelijk is. De andere bedragen zijn geregeld. En als we dan eventjes kijken naar die terugvorderingen, is er een trapsgewijze benadering, en u ziet dat hier in het groen staan. En eerste vraag, is er inhouding mogelijk op toekomstige bedragen? Als er nog betaald wordt verder, dan gaan we eerst daar inhouden. Standaard 10%.
Als dat niet mogelijk is, is er een afbetalingsplan mogelijk? Als dat niet mogelijk is, dan gaan we onderzoeken of het gezin, wat wij in België heten, solvabel is, of dat er uiteindelijk wel geld is in dat gezin. Als er geld is in dat gezin, dan gaan we uiteraard wel invorderen, hè, want niemand moet houden waar hij geen recht op heeft. Als er geen geld is in dat gezin, dan is er de mogelijkheid om boekhoudkundig af te schrijven. Eén uitzondering, dat is fraude. En daarvoor hebben we ook uitgebreide bezwaarprocedures. Een gezin kan bezwaar aantekenen bij zijn eigen uitbetaler, die eventueel zijn beslissing kan herzien. We hebben ook een klachten- en bemiddelingsteam op niveau van het agentschap. Als het gezin dan nog ongelijk heeft en denkt dat ze wel gelijk heeft, dan kan ze naar de geschillencommissie. Dat is dan bij de regisseur. Hè, dat is te vergelijken met een administratieve rechtbank. En tegen de beslissingen van, die geschillencommissie is er ook beroep mogelijk voor de burgerlijke rechtbank. Of voor een burgerlijke rechtbank, in veel gevallen de arbeidsrechtbank. Dus er zijn echt wel heel veel stappen ingebouwd om ervoor te zorgen dat een gezin dat meent dat hen onrecht is aangedaan, daar toch wel heel wat aan kan doen. En dan de laatste slide gaat over toch wel een aantal moeilijkheden die wij ook kennen. En het eerste is, de vraag wat er net gesteld, hè, hoe actueel is het inkomen? Wij geraken vandaag in Vlaanderen / België niet verder dan 2 jaar geleden. Omdat alles is gebaseerd op het inkomen zoals dat officieel vastgesteld wordt door de Belastingdienst. Er zijn wel alarmbelprocedures, maar alarmbelprocedures worden pas ingeroepen op het moment dat een gezin zelf aan de alarmbel trekt. En dan moet hij dat ook larderen, hè, moet hij ook zijn bewijzen daarvoor insturen. We zijn nu pogingen aan het doen, en deze middag was er nog een webinar daarover, we zijn pogingen aan het doen om dit te automatiseren, of toch te proberen te automatiseren. Kan daar nog niet te veel meer over zeggen, maar het idee zou wel zijn dat we de bewijzen die gezinnen aandragen daarvoor, dat we die automatisch zouden kunnen te pakken krijgen, want dat zijn dan vaak loonfiches en dergelijke meer. En een van de pogingen die we gaan doen, is proberen die automatisch te pakken te krijgen. Dan een tweede probleem is wat we dan in Vlaanderen het kadastraal vermogen noemen. Dat is eigenlijk een bepaald fiscaal bedrag dat bij uw inkomen geteld wordt voor uw eigen woning of als je woning in bezit. Het is niet zo heel gemakkelijk om dat goed uit elkaar te houden. Wat jullie in Nederland ook kennen, wie woont waar, woonplaats en domicilie, en woont die daar dan ook echt? Nee, dat zijn zaken waar wij ook mee worstelen. En dan de gezinssamenstelling, omdat alles gebaseerd is op inkomen. Ja, wie betaalt mee voor die kinderen? Wie is er mee inkomensverstrekker? Of klopt het dat twee mensen die samenwonen en waar kinderen zijn, die zeggen, ja, maar ik heb er niks mee te maken, ik woon hier gewoon als vriend. Om maar te zeggen welke zaken ook bij ons aan de orde. Zo. En dan tot slot geef ik u graag nog eventjes, maar ik ga er niet bij blijven stilstaan, onze waarden mee die we hanteren, hè, voor onze consulenten en voor andere mensen die bij ons werken, samen naar warm voor klanten, deskundig durven, dynamisch innoveren en vertrouwen. Geef ze mee. En ons waardenmanagement op dat vlak, we vinden dat toch ook strategisch van bijzonder belang, om dat waardenmanagement op de kaart te zetten van het land. Mooi. En daarmee ben ik er. Heel veel dank. Ik zou zeggen, als jij het delen even wil stoppen, dan heb ik een aantal vragen van de deelnemers die ik wil stellen. En dan hebben we nog daarna een moment om nog aanvullend kort met elkaar te wisselen. Misschien eerst even beginnend met één opmerking van iemand die meeluistert. Die zei, ik woon in Vlaanderen en ik heb 3 jonge kinderen. En als het gaat over die menselijke maat, alleen al het feit dat ik gebeld word, geeft mij al een gevoel van menselijke maat. Dus dat, nou ja, die opmerking die wil ik graag aan je meegeven. Wel, we proberen ons best te doen. Een andere vraag is, hoeveel geschillen hebben jullie op jaarbasis? Ja, dat hoeft natuurlijk niet exact, maar is dat veel? Ik heb het idee, niet helemaal in mijn hoofd. Wij hebben ongeveer, en ik ga nu eventjes citeren, onze klachtendienst, dus de klachtendienst in het agentschap, had vorig jaar, als het mij goed voorstaat, een kleine 700 klachten. En de geschillencommissie, dus dat is eigenlijk een stap hoger. De klachtendienst probeert eerst altijd te bemiddelen, uiteraard. Maar de geschillencommissie, ik dacht vorig jaar een 30 of 40. Oké, helder. Dus dat is een bijzonder kleine fractie. Ja, helder.
Een andere vraag die ook langskwam, gratis voorzieningen ter beschikking stellen. Hoe kijk je daar tegenaan in plaats van toeslagen? Dat is een beleidsvraag natuurlijk. Dat is een debat, dat is een debat die hier ook gevoerd wordt. Ik heb er net al eventjes iets gezegd, maar ik ga me daar niet rechtstreeks over uitspreken. Maar ik heb er net al eventjes gezegd, we kennen verschillende systemen in Vlaanderen. We hebben een systeem waarbij voorzieningen gesubsidieerd, erkend en gesubsidieerd worden. Dit is iets wat rechtstreeks naar de gezinnen gaat. Er bestaan ook systemen, maar dat gaat dan vaker via de gemeentelijke overheden. Voor mensen die echt een zeer laag inkomen of geen inkomen hebben, waar er materiële ondersteuning kan. Dus er is een mix tussen systemen, maar het is een beleidsbeslissing. Het is ook een ideologische beslissing om te weten op welke manier men ideologisch ook wil kijken naar de ondersteuning van gezinnen. Okay. Dus vandaag is er een mix. Maar goed, ook in Vlaanderen zijn er debatten over hoe dit dan precies verdeeld moet worden. En geven we niet beter alles aan een gezin, tot regelen we het niet beter allemaal centraal vanuit de overheid. Oh. En ergens in het midden zal de waarheid wel aanwezig zijn. Een vraag die ook langskwam was, als burger schijnt het zo te zijn dat je kan zien welke ambtenaar jouw digitale informatie heeft ingezien in België. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat is die GDPR, die GDPR-regeling. En wij houden bijvoorbeeld ook logging bij van wie er allemaal in het dossier gekeken heeft. Mm-hmm. En dat is een voorwaarde natuurlijk om al die gegevens aan elkaar te kunnen koppelen. Als je die gegevens probeert te koppelen, maar je dan moet, het is ook altijd, ik ga het anders zeggen, het is altijd een evenwicht. Het is goed en gemakkelijk voor de burger om veel gegevens aan elkaar te koppelen, hè, want dan kunnen we al dit soort dingen doen. Anderzijds, natuurlijk, laat die burger zeer veel gegevens achter in de handen van de overheid, die gelukkig een beetje in schijfjes opgedeeld is, zodanig dat je niet alles achterlaat in de handen van één gigantisch grote overheid, maar dat er toch nog wel wat afscheiding is tussen de verschillende agentschappen. Maar dat betekent ook wel dat je natuurlijk toch wel een zekere schroom aan de dag moet leggen over wie ziet wat. En vandaar toch ook een beetje die harde scheiding waar ik zelf ook zeer achter sta, tussen administratieve persoonsgegevens, en pas op, die kunnen ook zeer privacygevoelig zijn uiteraard, maar dan toch nog ook verschillend van medische persoonsgegevens, waar voor mij toch wel een zeer harde muur moet tussen blijven staan. Maar het is een beetje geven en nemen. Wanneer we zeggen, ja, we mogen geen gegevens combineren, ja, dan lukt dit niet. Maar als we dan wel gegevens moeten we wel in staat zijn uiteraard om te zeggen wat die overheid met die gegevens doet. Dank. Ik heb toch de mogelijkheid voor een laatste vraag. Dus als een van de deelnemers nog een laatste vraag heeft, dan zie ik die graag nu op de chat. Misschien samenvattend, de indruk die ik krijg, is dat je eigenlijk twee zaken heel goed weet te combineren. En dat is aan de ene kant een grote mate van automatisering, waardoor die burger zelf geen aanvraag hoeft te doen, waar je vanuit de overheid naar die burger toe gaat. En met aan de andere kant ook nog een grote mate van decentralisatie, waar je eigenlijk heel dicht tegen die burger aan zit. En ook de input van die burger heel serieus neemt. Ja, die tweedeling zat er eigenlijk al in van in het begin van het project. Hè. Heel hard inzetten op de automatisering en de automatische toekenning. Aan de andere kant zorgen dat we in de huizen van het kind, en dat zijn dan samenwerkingsverbanden van mensen die diensten leveren voor gezinnen, zorgen dat we in die huizen van het kind, in de lokale kantoren enzovoort aanwezig zijn. Dus die mix proberen we inderdaad te maken. Maar goed, ik steek ook niet weg dat ook in Vlaanderen een debat is van hoeveel moet je nu steken in die menselijke bejegening en hoeveel moet je nu steken in informatisering en kan het ene het andere niet vervangen. Ook in Vlaanderen moeten we goed opletten wat we doen met overheidsmiddelen. En dat debat wordt hier even goed gevoerd. Hè? En dan misschien even, want dat debat wordt bij jullie gevoerd. Bij ons is er een debat geweest dat behoorlijk ook aangezet werd door gevallen van fraude. In een systeem dat behoorlijk gevoelig was ook voor fraude. Dat heeft een aantal zaken aangezwengeld, waardoor er vanuit de politiek veel kracht kwam om fraude aan te gaan pakken. Dat is uiteindelijk met name vanuit een systeem van toezicht vanuit de Belastingdienst opgepakt. Jullie zijn ook onderhevig aan die politieke dimensie. Wat heeft ervoor gezorgd dat jullie toch in staat zijn gebleken om dit voor elkaar te krijgen? Omdat
Voor alle duidelijkheid, ook België kent, zowel federaal, maar ook ons agentschap, kent ook heel wat inspectiediensten. Wij hebben ook een inspectiedienst. We heten dat dan de Sociale Begeleidings- en Toezichtsdienst. Dus dat woord begeleiding staat toch ook weer voorop. Maar dit zijn mensen die ook bevoegdheden hebben om fraude vast te stellen, om daar de nodige gerechtelijke vaststellingen te doen. Dus wij kennen die systemen ook. Wat natuurlijk hier heel hard meespeelt, is dat door het feit dat we bedragen fragmenteren en door het feit dat we in een keten werken van allemaal overheidsgegevens die we samenbrengen, dat detectie aan de ene kant gemakkelijker mogelijk is. Ik spreek over gemakkelijker mogelijk is. Ik zeg niet dat we alles detecteren. Maar we gaan nooit overhellen naar gigantisch, alleen toch niet binnen het groeipakket, naar gigantisch grote bedragen. We moeten al heel hard ons best doen om aan een bedrag van 5000 euro te geraken. Maar hele zware fraudegevallen kunnen wij natuurlijk ook hebben. En dan is toch maar de vraag van, goed, is het sop de kool waard om een volledig systeem rond fraude te gaan bouwen? Dus wat je zegt, dus het systeem is gewoon zodanig ingericht dat we niet over hele grote gevallen praten van fraude. En dat we er vrij snel bij zijn. Dat, ik zal het iets nuanceren, dat de grote orde van de fraude die het meeste voorkomt, niet zo groot is. Ja, helder. Wat natuurlijk niet wegneemt, dat ook hier, als iemand echt zeer slim is, wellicht toch wel een aardig potje kan verzamelen. Ja. Maar de grote orde is in de regel kleiner. Ja, helder. Ik heb de laatste vraag binnengekregen. En die vraag is, wat zou je advies zijn aan de Nederlandse overheid? Maar die vraag die laten we nog even liggen. Dank u wel. Dan heb je de week de tijd om daarover na te denken. Ja. Volgende week, 9 maart. Dan zitten we bij elkaar voor het vervolg. Dit was het eerste deel van een tweeluik. En het vervolg, dat is een Reuringcafé. Voor degenen die daar interesse in hebben, wij zetten nu op de chat zetten we de link. En voor degenen die terugkijken, onder mij of boven mij, ergens op de website is die link te vinden. Dan ben ik ontzettend benieuwd naar dat advies dat jij aan de Nederlandse overheid... Ik zal daar ontzettend lang over nadenken. Ik vond het een uitermate interessante presentatie. Ik heb echt op het puntje van mijn stoel zitten luisteren. Ik denk dat je ontzettend veel dingen hebt geraakt waar die Nederlandse overheid mee geholpen is. Ik zag ook een aantal reacties van mensen die zeiden, dit is precies hoe wij het willen en gaan organiseren. Ik wil je zeer danken voor je bijdrage hier. Zeer graag gedaan. En voor de deelnemers, blijf nog even hangen. Dan kunnen we nog even napraten met elkaar.